reden dat wij als gemeente Lansingerland zo trots zijn dat de Ride for the Roses hier starten, is het uiteindelijk het doel van de Ride. Het doel van de Ride is zoveel mogelijk geld binnen te halen voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Iedereen kent wel iemand die kanker heeft. En vroeger, 30, 40 jaar geleden, wist je, dan ben je binnen 1, 2 jaar dood. En mede dankzij KWF en dankzij het onderzoek wat KWF mogelijk maakt, kun je tegenwoordig leven met kanker. Het is ongeveer een jaar geleden dat ik mijn laatste chemokuur heb gehad. En ja, ik vond het een mooi doel om voor te fietsen en mede voor de mensen die nog niet genezen zijn. De organisatie van The Ride heeft een keuze gemaakt om aan een drietal projecten geld te willen geven. En dat betekent dat het geld wat vandaag en in al die afgelopen weken bij elkaar is gebracht, dat gaat naar een medisch onderzoeksproject op het gebied van borstkanker. Het tweede project gaat over prostaatkanker. En het derde project is een lokaal project. En dat heeft te maken met het hospice hier in de gemeente Lansingerland. En ook daar gaat een mooi geldbedrag naartoe. Het KWF zorgt ervoor dat het geld terechtkomt bij de onderzoekers die zich daarvoor hebben aangemeld. En die worden op die manier samen met hun teams gefaciliteerd om dat onderzoek verder voor te zetten. Straks alles hier achter me binnenkomt, dan krijgen ze als eerste natuurlijk de roos en het speldje. Dan gaan we met z'n allen naar binnen voor een geweldige slotmanifestatie. Nog één keer die saamhorigheid. Er is vandaag een traan, maar er mag ook gewoon feest zijn. En ja, dan wordt het eindbedrag bekendgemaakt, hè, waar we dit jaar toch met z'n allen voor gefietst hebben.